Start vrij. Kom eens aan. Vlag omhoog. En naar beneden, de start is gevallen, de paarden zijn onderweg en we hebben een head-on waarbij we eens gaan zien wie dan het snelst op gang is gekomen. We zien de galopade voor Hazardeuze, die springt weg en wordt naar de binnenkant van de baan gebracht en de leiding wordt genomen door paard nummer 3, Jocker Kane. Uitgeschakeld, nummer 1, galop 1 uitgeschakeld. Jocker Kane voor op de tweede plaats Gabon Reis. We zien Elisa de Moer in de problemen in het achterveld. En vanaf de buitenzijde komt daar naar voren Bank Robber die een goede start heeft gekend. Maar met zo dadelijk nog 2 rondes te gaan is het Jocker Kane die het veld de weg wijst. Heeft een 1,5 lengte voor op de tweede plaats. Hebben we dan aan de binnenzijde Gabon Reis. Aan de buitenzijde komt daar de aanval van paard nummer 9. Bank Robber die probeert wat terrein goed te maken. Wordt gevolgd door Bogayar. En achter Bogayar is het dan Otero. Rick Wester die aan de binnenkant ligt. Maar zo dadelijk die binnenkant wellicht gaat vrijlaten. Want aan de buitenzijde doemt op zo langzamerhand Jaap van Rijn met zijn Joe Black. Die dus niet echt heeft kunnen profiteren. Moeilijkheden, korte moeilijkheden aan de binnenzijde daarachter voor het paard. Herhaling uitgeschakeld nummer 1. Van Jeffrey Miras en dat is Devil. En we komen dan zo dadelijk weer in de rechte lijn. We zien daar een galopade voor Bogayar. En het is aankop van het veld nog altijd Jocker Kane. Jocker Kane brengt het veld zo dadelijk de verre bocht weer in. Met aan de buitenzijde Bank Robber en Misha Brouwer. Die overduidelijk ambities hebben om wat moois te gaan laten zien vandaag. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde nog altijd het nummer 2 van Gabon Reis. En achter Gabon Reis gaat Otero zo langzamerhand toch die rug kiezen van het paard voor hem. En dat is de opkomende nummer 9 Bank Robber. En daarachter dan Joe Black aan de buitenkant. En dat zijn de voorste paarden als de deelnemers dan langs terecht te komen met straks nog precies 1 volledige ronde te gaan. En de koploper paard nummer 3 Jocker Kane een beetje druk gaat krijgen van paard nummer 9 Bank Robber. Dat zijn de gebroeders tezamen. En daarachter volgt dan aan de binnenzijde het nummer 2 van Gabon Reis. Daarachter komt Joe Black aan de buitenzijde zo dadelijk schuin naast Otero. En achter deze paarden hebben we dan ook nog altijd goed erbij. Maar nu niet meer door een galopade. Paard nummer 6 en dat is Devil. Paarden gaan op weg naar de overkant van de baan. En nu gaat Otero daadwerkelijk naar het tweede spoor. Kiest de rug van Bank Robber. Die op zijn beurt dan de aanval opent op Jocker Kane. En daarachter komt aan de wijde buitenzijde ook de aanval van Joe Black. De absolute crack in het veld. En die gaat drie dik naar voren met Jaap van Rijn. Als de paarden afstormen op de laatste bocht. En het daar is dat Bank Robber de leiding overneemt. Maar aan de wijde buitenzijde komt hij naar voren. Die Joe Black. En dit is er een moment voor. Er wordt om gevraagd. We zijn halverwege. Tegen de laatste bocht, jawel! En het is aan de binnenzijde nog altijd die nummer 3, Jocker Kane. Maar daar komt aan de buitenkant de aanval van een geweldige Bank Robber. En Otero, die is zoekt met Ricky Wester naar ruimte. En die ruimte komt er nu ook en die komt tussen de paarden door naar voren. Maar Bank Robber, wat is dit voor verrichting? Joe Black aan de buitenzijde. En die gaat het best van allemaal, Otero ertussendoor. Maar dit is ongelooflijk, inbreken op klaarlichte dag. Misha Brouwer doet dat samen met Appie Boscha. De 9 wint voor de 7, dan de 4 en een ander is voorlopig.